Dag vrienden van het Betere Stripverhaal. Bert Pijper en de vriendige vlogger F.U. Halleweel is een integraal gelezen. Deel 1 hebben we al gehad, maar ik vond het toch wel echt de moeite waard om ook deel 2 eens een keer naar boven te pakken. En ze is een keer, mannen. Robert en Bertrand. De tweede integraal. Je zegt het al, het belooft wel, gelijk als anders. Hè. De agent ging er van achter zijn meteen en hij nog een gemaskerde slechterik. Wij schrijven verhalen, want inderdaad, wat er wel goed aan is aan deze integrals van Robert en Bertrand, is dat er altijd wel redelijk vuil boekjes in stuk kwijt is, maar 28 bloren. Maar het is toch 7 verhalen dat je krijgt in 1 integral. Goed doodschoon uitgegeven in de schoonkleuren van Robert en Bertrand. En ik heb er weer van genoten. Natuurlijk, je weet, Robert en Bertrand, die moeten van ergens komen. Hè. En deze keer ga je een beetje over in het dossier dan, over waar komen die mannen vandaan. En de samensteller van het dossier, die toont aan dat de lustige zwervers, want daar gaat het eerste stuk over in deze dossier, toch wel een klein beetje verwijzen naar de Robert en Bertrand van achteraf. De lustige zwervers, die dus ook een heel, moet ik het zeggen, die eigenlijk ook wel een geschiedenis hebben, hè, die lustige zwervers. Allee, ik ga het eens vertellen. Ik kan een boek even zoeken, dan kunnen we toch er wel nog zien. Hè. In 1932 hè, krijgen we het volkske als bijlage van het volk. 1932, ja, het volkske was in fouten zo'n beetje, dat staat in dat dossier. Ik kan niet alles vertellen, want anders moeten we een boek niet meer kopen, dat is de zotte. Ik kan een plomen laten knippen, hè, mannen. Speciaal om een beetje deftiger uit te komen. Hè. Dus mensen zeggen, hun jaar wordt te lang. Ik zeg, kan ik hier naar coiffeur, hè. Dus voor maar te zeggen, Mark Slijnette bijvoorbeeld, hoofdredacteur van geweest nog in die beginjaren zo. Hè. Nadien is dat in 1948 een onafhankelijk wijkblad geworden, het Ons Volkske. En dan, dat was dan in 1948, maar in 1946 was Van de Steen al begonnen met De Vrouwelijke Bengels. Ja, De Vrouwelijke Bengels, misschien beleid van instaas. Ja, dat staat er niet. Nee, ik geloof niet dat dat in het dossier staat, De Vrouwelijke Bengels. Nee. Maar De Vrouwelijke Bengels, dat waren eigenlijk ja, het klassiek clubje van Kadijen, Polit. Dat was dan er zijn altijd zo wat stereotypen in. Hè. Een slumme, dat was Polit. En dan had dat Pontius en Pilatus, dat was een tweeling, waar dat er een van half doof was. Vloeike, daar moest ook altijd een mesken in zijn. Niet te veel meskens, maar toch één, Vloeike. En natuurlijk het obligate dikske, Patatje. Hè. Want in die tijd, dan bestaat het zo allemaal aan en mee kunnen pasen, maar goed, dat moet een dikske bazen. Job was de schurk en Teter was de champetter, dat moest er ook al te bazen. En dan hadden we nog mee Pladaas. En dan in 50 was dat gedaan en dan hebben ze geprobeerd met Suske en Wiske die naam te maken. En daar grapjes te maken, ze hebben wel die dingen geavond. Job, die slechterik en Teter, die champetter. En dan kwam er een hoofdcommissaris bij en dat was Lambiek. Maar ze konden dat niet aven. Waarom niet? Omdat ze tegelijk ook die Blauw Rijks mokten. He, Van der Steen was bezig met die Blauw Rijks en... En daar waren dat dan zo serieuze, waren eigenlijk een serieus verhaal. Dat klopte niet met die plezante dingen, dus dat ging rood. Ze pakten terug De Vrouwelijke Bengels en dat was dan gedaan in 54. Zo kwam het erop neer. En in 54 begon dan het plezante circus. Wij zo, dat kwam zo van vuil op het volksken, hè, of in het midden, dat kan ook. Maar goh, dat was elke keer een gag van één blad. Het plezante circus, wij zo dezelfde gang van mensen dat in mij speelden, maar dan allemaal een setting in het circus, maar ja, eigenlijk blijven dat allemaal hetzelfde verhultjes. Dat waren 188 afleveringen. En dat was het ook wij gedaan in 1958. En dan kwamen de lustige zwervers. Zie je dat? Ik ga nu eens laten zien, want ze spreken er even van. Zie je ze, hè? Is dat er een team van dat circus? Nee, dat doe ik al niet. Maar ja, goed, dat speelt maar geen rol. Dan kwamen dus de... Plazante Circus, zie je dat helemaal? Dat is de laatste gag van het Plazante Circus. En dan was het gedaan. En toen begon, dat eerste gag in ons volkske, de lustige zwervers. Zie je dat? Eerst toen ze, hè? Moet je zien, hè? Job en Bob. Job, dat was een dikske. En Bob, dat was die lange met zijn baard, zie je dat? Zo'n beetje op een dikke en een dunne misschien, maar goed, zijn zwervers. Job en Bob. En dan hadden Fintje. Fintje, dat was eigenlijk het meske met de stok, die dat zo wat blind was, hè, zo alle, die dat nog niet goed zag. En dan hadden we ook nog Krol, de kater. En de agent is agent 17. De eerste link met Robert en Bertrand natuurlijk. Hè. In het begin was dat zo'n beetje
Ja, toch een beetje triestiger, zo, wat emotionele verhultjes. Maar dan weer dat ineens plezante verhultjes, gelijk als standaard. Mensen zullen dat misschien plezieriger gevonden hebben. Ik had ook nog Krol, dat kan je, dat heb ik al gezegd. 122 verhalen. En na 122 verhalen was het ook weer gedaan. Is dat ooit uitgegeven, die Lustige Zwervers? Ja. Na dingen is dan een Jérôme gekomen. Ik wil dat maar zeggen, die Lustige Zwervers. Is dat ooit uitgekomen? Ja, dat is uitgekomen. Zie je dat? Die mannen van Phoenix, die hebben dat geweldig gedaan. Die hebben drie delen uitgegeven van de Lustige Zwervers. Ik kan ze laten zien. Eén, een schone volgorde doen. Hè. Nummer twee, zie je dit? Dus Lustige Zwervers. En nummer drie, de Lustige Zwervers. Voilà. Ik heb precies nog iets tussen, maar nee, dat is het. Zie je dit? De verpagina's zijn ertekend de Erik de Rob. Ja, Erik de Rob, die later ook nog, eigenlijk in de jaren 70, denk ik, voor Robert Bertrand gewerkt heeft. Maar goed, hier had hem dus de Lustige Zwervers ertekend in de schoonverbladen. Zie je dat? Wat verandert er? Wel, onze vriend Job, of Bob, of wie was het maar, wij kwamen wel kwaad. Bob de Lange, die verandert, die krijgt ineens geen baat meer. Zie je dat? Helemaal in het begin, had hij een baat. En dan, na zo de helft van deel 1, krijgt hem, is die een baat weg. Ik weet ook niet dat komt. Hij ziet er nog een baat. Zeg. Is goed, hè? Hij ziet er met zijn baat lopen. En dan, ja, dan is die een baat weg. Hè? En hij ziet ook de tekeningen van. Maar ons volkske, dat is wel heel tof. Ons volkske, die hebben eens een keer ooit twee verzamelbundingen van ons volkske uitgebracht. En dan stonden die dan van vui op de Lustige Zwervers. Zie je dat? Dat was zo'n vuilpagina. En dan is er dus een of andere napsjaar gekomen en die net dat dus uitgegeven dat het niet mocht. Ik ben dat toevallig opgebotst, maar ik ben er niet achter gaan zeuken. Ik heb die delen, maar je kunt dan zeggen, je mag die niet kopen. Dat zijn zo van die, ja, hoe noemt dat? Valse, dat je niet mag uitgeven, dat zijn de naam. En daar stak dan ook nog een schoof fotokken in, zie je dat? En die net dus eigenlijk, zie je dat, daar hebben ze gebruikt, die dingen van het volkske, dat van vijf het volkske stond. En dan zeggen ze, je mag zeggen, je mag dat niet kopen, dat is waar, maar ik heb toch de echte ook gekocht. Hè. Allee, dan kun je niet zeggen, die hebben dat geld afgepakt van degene die het serieus uitgegeven hebben, dat is niet waar, ik heb ze ook in het echt gekocht. Dus dat mag voor mijn ogen een beetje hoog te klappen. Hè. Plus, die uitgaven zijn, allee, je moet zien, dat is niet slecht, hè, maar als je het verschil ziet met kleuren ten opzichte van die van Phoenix, ja, die zijn vuil. Allee, ik vind dat vuil schunder, hè. Weet het? Misschien een beetje bouwgewerkt, dat kan zijn. En hij staat trouwens van onder ook altijd in, wanneer ze verschijnen. Ik heb al veel verteld van Robert Bertrand, nog bakken niks. Maar goed, dat toch maar om dat dossier te kaderen. Dat staat nog van alles in, zin, want het ging het dossier beter als die is, die hier moet ik eerlijk zeggen. Er staat ook een tekening in van de Rob, zie je dat? Dat is de Rob, de Lustige Zwervers. Mens kan geweldig goed tekenen, hè? De Rob. Dan, de album zelf, ja, dat is klassiek. Ik vind het de beste periode van Robert en Bertrand. Dat is het klassieke. Hè. Iemand die verkleed is, die een gemaskerde of dat verstopt is in een werwolfkleren. En op het einde weten we dat de slechter is. Hè. Soms al in het midden zijn, goh, dat kan ook. Maar ik vind de verhalen op zich heel goed gemokt. De werwolf, het zilveren rotsen. Ah ja, dus de eerste twee delen zijn duidelijk gebaseerd op. De knotsgekke uitvindingen van de 19e eeuw. Kijk eens hier. Dus dat is een boek vol met uitvindingen. En die heb ik van de Steenpaas gelezen. Hè. Want daar stond dus, dat staat ook in het dossier, een eerste zwijfvliegtuig in. Daar staat daar zo'n fiets, heet het. Hè, een fiets voor de bollen. Allee, Bert, hou het goed. Nou, ik ken niet mee. Zo, heet het. En daaronder zo'n lichtschijnspel, een traan, hier heet met plotjes in een horloge. Dat komt allemaal in die verhalen vuil. De werwolf, het zilveren rotsel zeker. En dan heb je ook de kwajant, Zwette Mee, de Groene Draak, dat zee gezeten. Dat is meer in de Chinese onderwereld ook. Hè. Ja, dat was nog in een tijd dat ze mochten, als het Oosterse waren, zo Japan of meer naar China, dat ze nog de re mochten door de le laten uitspreken. Dat we alle Chinese plakken toen nog met de le. Zou ik nou een keer moeten proberen, want het zou niet meer lukken. Goed, dat was dan dat van die dingen. En dan Zwette Mee, de orgeldraaister.
Dan komen we eigenlijk ook in verhalen waar dat die sociale dingen speelden. He, zo van kinderen die dat, kinderarbeid moesten doen. Zie je dat? Dat ging hem allemaal niet uit de weg. He. Onze vriend Van der Steen. Die kinderarbeid. He. Voilà. Dus dat komt er ook in vrij. Die sociale achterstanden en dergelijke. Dat is wat er mee. Dan hebben we nog geheim document. Geheim document, ja, dat wordt Robert. Dan wordt Robert, geloof ik, of Bertrand, een dikke wordt daar ontvoerd. En dan moeten ze die weer terugvinden. En de spel komt op dan, dat is met een grote zwarte mond dat je van past. Als je die tegenkomt, die fret dat mij aan en aan oot. Maar ik kan het niet verklappen wat er is. Het is ook, dat is ook weer een verhaal. Altijd met Yuki. Yuki is er weer overal bij. Ik moet zeggen, van mij top getekend ook van der Steen. Ja, ik zeg het, Robert en Bertrand, altijd gaarig lezen en nou nog meer, dankzij deze neef, uitgaves deze neef, integraal, ik zou zeggen, mannen, let het niet liggen, kip het, hè, of die lustige zwervelkens kunnen ook kopen, niet. Ik vind er trouwens twee van, hè. Let maar zeggen, moet nog een tweede zijn. Ze steken in een plastic, ik zal ze niet lezen. Als het royale goed is, ik ga ze niet lezen, ik zal die mannen lezen van de Phoenix, hè. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, op naar nummer 3 van Robert en Bertrand. Oh, dat begint een beetje te ramen. Bedankt voor het luisteren en nog veel plezier. Ik ga vets lezen. Ja, dat wil ik nog vertellen. Ik ga vets lezen. Hé, hey, dat zou ik ook eens met een blog moeten verdoen. Zit al in Delft bekend, hè, mannen, zei dit. Schitterend, Mark Sleen, aan de hand van interviews. Als je dat gelezen hebt, kende Mark Sleen van binnen en van buiten. Top, top, top boek, hè. Knap een boek. Van het Davidsfonds, uitgeverij. Ik zou ze kunnen eens naar Patenblog misschien gaan verdoen. Kunnen we het slijzen? Dag, tot de volgende keer. Allee.